Hoekschop van René van de Kerkhof. Edström kwam in. René van de Kerkhof komt door. Lupsen staat daar. En een kans en een doelpunt van PSV. Doelpunt van Gerry Dijkers. Nordqvist. René van de Kerkhof. René van de Kerkhof weer zelf. En hij heeft geluk nu, want hij komt erdoor en hij scoort. René van de Kerkhof. Van Gerben greep van de Kerkhof. Broer Willy ging in het centrum. Dijkers ging ook weer. En de Jong moet ver uitkomen. Van der Kuilen. Gaat hij ineens poeven? Ja, natuurlijk. Zoek het naar de goal. Hij haalt het. Oei, schitterend doelpunt van Willy van der Kuilen. Toch van een geweldige afstand. Doelpunt vanaf zo'n 40 meter door Willy van der Kuilen toen hij zag dat Jan de Jong ver de kool uit moest. En toen was het Bakker die niet met de handen greep, maar probeerde te koppen. En toen moest constateren dat PSV op 3-0 is gekomen in de 8e minuut van de tweede helft. Lupsen. Willy van der Kerkhof. Smits gleed. Willy van der Kuilen opnieuw een kans. En Jan de Jong, en hier komt Edström. 4-0. Ja. Ja, PSV is dan vieren dat het ruimschoot voor staat. Dat het de KNVB-speaker straks in ontvangst zal kunnen nemen. Daan Schrijvers, QA's. En weer niet Daan Schrijvers nog eens. Maar wel weer diezelfde Gerry Dijkers die zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in de wedstrijd van vanavond. En nu Edström. Natuurlijk kappen en dan. Kans voor Van der Kuilen en via Jan de Jong. 5-0 alweer. Smits. QA's. En het begrip bij krijgen was groot wat er zou gaan volgen. Want hij onderschepte. René van de Kerkhof. Krijg rechts van hem. En dan is toch zijn ijver weer te groot. Edström knalde nog even. Lupsen deed het ook. Krijg. En dan, ja. Het vrije gebied voor Willy van der Kuilen.